Hallo, ik ben Lineke Lijn en ik heb aardig wat verzoekjes gekregen om een keer een leeuw te tekenen. En in dit filmpje gaan we dat dus ook echt doen. Het is een leeuw die op een soort van savanne ligt. En het is een beetje een ondergaande zon. Dus je krijgt heel mooi, je ziet het hier ook achter me, heel mooi dat licht- en donker effect te zien. En dat gaan we ook helemaal tekenen. Dus genoeg gepraat, werken! Wat we hier zien is een foto van een leeuw. Ik heb hem in zwart-wit uitgedrukt. En je ziet heel veel donker ook. En ja, overlopend naar licht. Dus dat wil ik ook gaan tekenen. Dus de lichteffecten in verhouding met het hele donkere gedeelte. Zodat het net lijkt als dat die leeuw zo tegen de avondzon zit. En wat ik ook heb gedaan is een goede studie gemaakt even van de anatomie van de leeuwenkop. Er zit natuurlijk heel veel haar omheen, maar je moet toch wel weten wat er onder al dat haar zit. Dus het is belangrijk om even te kijken hoe dat hoofd nou loopt en hoe de schedel is opgebouwd. Dus probeer dat wel even te checken. En dit is de leeuw zoals we hem gaan maken. Ik leg hier even uit wat de belangrijkste lijnen zijn. Die hou ik goed in de gaten. Het is voor deze compositie dus dit de hoofdlijn. En je ziet dat de mondhoek eigenlijk recht onder de hoek van de oog zit. Hier zie je een studie die ik alvast van tevoren heb gemaakt van het oog en de neus. Dus die kan ook nog van pas komen tijdens het tekenen. Deze leeuw gaan we nu tekenen. Dus we beginnen met ons spierwitte vel. En ik laat gelijk zien hoe de hele opzet en alles in elkaar zit. Eerst bepaal ik dus de neusbrug en de buitenkant van het hoofd. En ik bepaal waar dus het rechteroog in komt. Hier zie je de neusbrug ontstaan en het tipje van de neus. En recht vanuit die ooghoek weet ik dus, als ik daar een lijn recht naar beneden trek, dat ik daar de uiteinde van de mondhoek komt. Je ziet daar net nog een klein stukje wang aan de linkerzijde van het hoofd. Ik pak even mijn voorbeeld erbij. En dan zie je inderdaad die hoofdlijn die ik nou heb ingezet, de ogen, de mondhoek en een kleine, ja, je ziet nou al een beetje het hoofd ontstaan eigenlijk. Vanuit die andere, als je dus vanuit het punt van de oog een rechte lijn naar boven trekt, dan weet je waar het oor komt. Dat had ik van tevoren dus al goed bekeken. En hier zetten we nu de neus in. Dit zijn die baardharen. Die zetten we ook vast in. De leeuw heeft heel veel manen en die kun je gewoon heel simpel met wat makkelijke, hele wilde lijntjes kun je die inzetten. Dat geldt ook voor die haren die vanuit het oor, die gaan dus eigenlijk voor het oor langs en dan waaien ze zo uit naar beneden. Dit zijn eigenlijk de manen die op de schoft van de leeuw zitten. Dus op het puntje van zijn rug. Dus hij kijkt eigenlijk een beetje over zijn lichaam, zo een beetje naar rechts toe. En vervolgens zien naar links natuurlijk. Je ziet een lichtvalletje op, op het oogbol, zeg maar. Dus die spaar ik alvast uit. En ik zet heel lichtjes alvast een beetje de schaduwen in het oog en onder het oog. Dat is links ook. Dan zie je net een heel klein puntje van de pupil en ook zo'n lichtvalletje. Dus die zet ik heel voorzichtig alvast in. Die manen bovenop het hoofd, die komen daar echt een beetje uit. Dus die zet ik ook voorzichtig in. Omdat die leeuw dus in die avondzon zit, moet ik heel veel schaduwen gaan intekenen. En begin daarmee een beetje, ja, zo licht mogelijk eigenlijk. Dus ga niet gelijk heel zwaar die schaduwen inzetten, maar tast het heel rustig af en zet ze heel lichtjes in. Ik teken hier nog gewoon met een haarpotloodje. Dat is een vrij hard potlood. En dan zet ik gewoon heel globaal alvast alle schaduwen in die ik nodig ga hebben in de loop van de tekening. Hier pak ik een grafietstift. Dat is dus een houtloze stift, zeg maar. En dat is puur grafiet. Het is een 3B variant. En hiermee kan ik nu de wat donkerdere schaduwen inzetten. Je ziet aan de zijkant van het hoofd dat ik die arceerbewegingen in korte stroken hou. En ik probeer hem zo goed mogelijk de vorm van het gezicht te volgen. Af en toe hoor je mijn katten rennen. Nou ja, katten zijn familie van de leeuwen, zeggen ze. En, dat is ook zo. Dus ik laat ze maar. Het is voorjaar en ze rennen. Oh ja, dit zijn die puntjes van waar de snorharen in verdwijnen. Die zijn echt wel belangrijk, dus die moet je er ook echt wel in zetten. Ook op de neus vallen schaduwen. En hier, van achter dat oog vandaan, zie je dus ook wat manen komen. In het oor zelf zit ook een hele diepe donkere schaduw. Het licht komt van links, dus binnen in dat oor valt dan heel weinig licht. Dus dat zet ik lekker donker in. En die oorschelp hou ik niet te stijfjes, die maak ik een beetje kartelig. En hier achter het oog, of achter het oor en onder die oorharen, daar zit dan ook weer allemaal schaduw. Je ziet dat de lijnen die ik trek, dat die heel, ja, best wel wild zijn. En omdat die manen ook zo wild zijn, hou ik dus die lijnen ook heel grillig en wild. In het gezicht hou ik de lijnen en de arceerlijnen juist ietsje strakker. Dus niet te wild, want daar is het haar vrij kort. Er gaat een hoop grafiet zitten in deze tekening, want zo'n leeuw heeft ontzettend veel haren en hij zit dan ook nog in de avondzon. Dus we hebben echt wel veel grafiet nodig voor deze tekening. Hé, daar hebben we een leeuw. Dat is mijn kat Jason. Die wil ook meekijken. Hier bij die baardharen moet je ook even extra aandacht besteden. Ik pak hier weer even mijn harde potlood, maar even wat hele dunne haartjes. Die haartjes daar zijn wat fijner, dus dan gebruik ik hier even wat scherpere lijnen met een potlood. Die diepste puntjes waar die snorharen in gaan vallen, die zet ik dan ook in met het scherpere potlood. Nou kan ik dus onder de bovenlip, kan ik dus ook die donkere schaduw in gaan zetten. En dat doe ik dan weer gewoon met die grafietstift. Als je nu een gum pakt, dan kun je heel eenvoudig een paar scherpe strepen trekken. Dus dan trek je je potloodtekening een beetje weg. En dan onder die witte lijntjes maak je dan een klein donker streepje. En dan krijg je al gauw die snorharen naar voren. Want die staan natuurlijk dichtst naar voren toe. Dus die moet je er zo een beetje uit laten springen. Kan dus heel makkelijk met een gummetje. Nou, die donkere manenkam. Die valt op het topje van zijn rug. En die haren zijn altijd heel donker. Dus die zet ik ook heel donker erin. Dan voor het lijf zelf doe ik hele zachte schaduwen maken. Daar is het haar weer heel kort. Dus daar moet ik dan weer heel voorzichtig arceren. Onder die baard valt dan weer heel veel schaduw. En dan op het lijf valt ook wel weer wat licht en zo. Hier nog wat details tussen de snorharen, zodat die er ook wat beter uitspringen. Zullen we eens even gaan kijken naar de ogen van de leeuw. Die zijn natuurlijk ontzettend mooi. Leeuwen hebben echt prachtige ogen. En mijn studie die ik al had gemaakt heb ik even bij de hand genomen. En ik pak hiervoor een 7B potlood. Dat is dus een zacht potlood. En die is, doordat die zachter is, is die dan ook wat donkerder. De leeuw heeft van die hele soort eyeliner-achtige ogen. En die pupil kun je nauwelijks zien. En net op die pupil zit een heel klein lichtvangetje. Dus die heb ik goed uitgespaard met het inzetten van de tekening al. Dus hieronder zit dan net die pupil. Die oog is echt omlijnd alsof hij een soort van mascara op heeft of eyeliner op heeft. Net als vrouwen die zich opmaken. En daar kan ik dus heel mooi gebruik van maken. En onder het oog zit dan een beetje een wittig randje. Dus daar zet ik niet te veel potlood in. Die spaar ik dus ook weer uit. Er zitten natuurlijk allemaal fijne haartjes om dat oog heen. En ook toch wel iets van een ooglid. Dus die zet ik ook heel voorzichtig in. Hij heeft een soort frons boven zijn ogen. En die huid is een beetje geplooid. Dus daar moet ik dan extra aandacht aan besteden. Het zijn eigenlijk meer een soort van lichte schaduwtjes die je erin zet. En vanuit die ooghoek wordt het juist heel donker. Daar valt ook weer vrij weinig licht. En daar lopen ook wat van die donkerdere strepen. Dus die zet ik lekker donker erin. Je ziet ook dat dat oog een beetje vanuit de bolling van de neusrug loopt dat dan zo naar beneden toe. Dus door die schaduw dan donkerder en donkerder te laten worden, dan oogt die neusrug een beetje bollig. Het is wel vrij pittig. Als je echt een beginnende tekenaar bent, dan zul je er echt wel een paar verprutsen. Maar dat maakt niet uit, ik heb er ook een stuk of 4 verprutst, dat hou je toch. Die neus is ook vrij lastig. Je ziet gewoon best wel in dat neusgat een heel donkere vlek gewoon, maak ik daar. Dat linkeroog, dat is ook wel tricky, want er zit aan de buitenste hoek zit dan zo'n lichtvalpuntje. En die pupil, die zie je maar net voorbij die neusbrug komen. Hij heeft heel donkere wimpers. Dus die zet ik erin. En natuurlijk ook weer dat eyeliner lijntje om de oog zelf heen. Ook weer die soort van oogledertjes. Die kleine haartjes daaromheen. Ook weer een kwestie van schaduwtjes intekenen. En de huid een beetje geplooid laten lijken. Nou, die staan er redelijk in. Misschien kom ik er straks nog wat verder op terug. Maar ik heb nou de donkerste lijn in ieder geval alvast erin staan. Nu gaan we echt het donkere effecten erin zetten. Ik ben een luie tekenaar, dus ik pak een grafiet staafje. En nou ga ik dus de boel, dus om die leeuw heen, ga ik alles lekker donker inkleuren. Ik wil de tekening best wel goed opvullen eigenlijk. Dus dat die echt in de half schemer zit als het ware. En dat alleen maar zijn gezicht oplicht. En de omgeving, die wil ik heel donker hebben. Ik heb de tijd even flink versneld nou. Anders duurt die tekening zo lang. En ja, het spreekt wel voor zich. Het is gewoon een kwestie van de boel invullen. Daar komt het op neer. In die manen zet ik hele wilde lijnen. Nou ga ik dus ook in al die manen weer extra schaduwen zetten. Als je eenmaal je omgeving hebt gezet van hoe donker die ongeveer wordt, dan weet je ook gelijk hoe donker je de rest dan weer moet maken. Dus het wordt alsmaar donkerder en donkerder. En je kunt dan weer met de gum wat haren die nog net wat licht pakken, die haal je dan weg met die gum. Maakt de tekening extra levendig en dat haar maakt dat dan ook een beetje wild en dat springt alle kanten op en dat moet ook. Met een doekje kun je dan de omgeving om de leeuw heen kun je dan helemaal vervagen. Want ik wil heel weinig aandacht daar naartoe trekken. Ik wil alleen maar dat die omgeving donker is. Kun je met dat gummetje dus een paar van die haren van die manen kun je eruit trekken. Hetzelfde als wat we eigenlijk deden bij die snorharen. Dan pak je gewoon weer een potlood. En dan zet je daar net even zo'n schaduwtje onder. Waardoor die manen, die wilde piekharen, dat die er leuk uitkomen. Naast het oog zit veel schaduw, dus die zet ik ook extra donker in. Ik had mijn harde potlood nog, dus ik pak hiervoor het 7B potlood weer. En het mag ook een 6B of 8B zijn, als het maar een zacht potlood is. En dan kun je dus die schaduw daar extra donker in gaan zetten. Het geeft de tekening een beetje een soort van dramatiek. Juist al dat donker eromheen en dan dat licht wat net op het gezicht valt. Dat geeft het een beetje alsof die leeuw in de verte kijkt, een beetje wegstaart richting de ondergaande zon. Dat geeft het, ja, ik vind dat mooi, een beetje een soort van dramatisch geheel en het maakt de tekening ook wat spannender. Je ziet ook dat ik door blijf bouwen met mijn schaduwen. Dus zo licht als ik begon, zo donker wordt het nu. Alsmaar donkerder en donkerder. Hier besteed ik ook altijd extra even aandacht aan, dat is dat voorhoofd. En die manen op zijn kop, die komen dus echt vanuit dat voorhoofd eruit. Dus die moeten er niet zo opgeplakt op lijken te zitten, maar echt alsof ze er echt uitkomen. Nou, tot zover de leeuw. Ik ga hem denk ik nog wel wat donkerder maken, maar tot zover in ieder geval de opname hiervan. Ik wens jullie heel veel succes en hebben jullie opmerkingen of ideeën of doe eens een keer een leeuw in zijn geheel. Laat het me weten in de opmerkingen hieronder. En ik wens jullie heel veel succes hiermee. Groetjes van Lineke.